Maakten jullie nou echt het beste praatprogramma op de televisie? Ja. Ja? Ja, vind ik wel, ja. 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 Er is er één die het met mij al die 19 jaar heeft volgehouden. En dat is Ellen. Ellen Blazer. Nou wil ik je toch voor één keer, niet achter het scherm, maar hier bedanken. Ellen Blazer. Ze werkte meer dan 40 jaar bij de televisie. Ze bedacht 2 voor 12 en per seconde wijzer. En was nauw betrokken bij programma's van Cor Postema en Berend Boudewijn. Haar bekendste programma werd de talkshow van Sonja Barend. Ruim 19 jaar zouden Barend en Blazer samenwerken. Totdat Ellen Blazer in 1996 met pensioen ging. Daarmee kwam een einde aan een schitterende tv-loopbaan. In de schaduw. Televisia di Olanda. Olanda. Ho capito che era per qualche cosa. Ellen Blazer. De kijker zag haar maar zelden. In de jaren 60 stond ze heel af en toe voor de camera. In die tijd maakte ze voor de VARA haar eerste televisieprogramma's. Samen met Berend Boudewijn. Ik was in zekere zin misschien wel haar, haar eerste Sonja. Zij bleef achter de schermen en had iemand voor wie zij het werk opknapte, zou je ook kunnen zeggen. Want natuurlijk zowel Sonja als ik hebben heel erg veel aan haar te danken. Al haar programma's die hadden iets van, ik zal toch de mensen eigenlijk thuis iets serveren waar ze anders niet mee in aanraking komen. Als je het ziet kun je het nauwelijks geloven, maar Henk Elsink heeft plannen met dit verveloze, haveloze, dakloze, maar historische pand. Op 9 april is hier een persconferentie. Ja, dan is hier een persconferentie. Zij had als eikpunt eigenlijk haar ouders. Als haar ouders, als mijn moeder en vader dat nou interessant of leuk vinden, of als ik die hiermee kan boeien, dan is het geslaagd. En dat is eigenlijk, heeft ze dat altijd volgehouden, ook bij de programma's van Sonja Barend. Dat ze eigenlijk ook vensters wilde openen voor mensen, maar niet voor mensen die dan al heel erg veel grote voorkennis hadden. Later heb ik met haar per seconde wijzer gemaakt. Dat heb ik ook een aantal jaren gedaan. En daar was de gedachte inderdaad van dat, nou, je kwam in aanraking met dingen die je, waar je geen weet van had. En dat was heel interessant. En dat maakte dat de culturele voorsprong die sommige mensen in de maatschappij hadden, dat die een beetje zou worden opgeheven. Ellen is van oudsher natuurlijk, en zoals de VARA natuurlijk ook een beetje, iemand die graag de mensen iets mee wilde geven. Het verheffen van het volk, om het een beetje plechtig te zeggen. Dat hoort wel heel erg bij haar. Je moest er iets van op kunnen steken. Je moest er iets van op kunnen steken, ja. En dat gold zowel voor de talkshows, maar zeker ook natuurlijk als het over de periode van de quizzen gaat. Hè? Dus 2 voor 12 en per seconde wijze. 2 voor 12 wat ze zelf bedacht heeft en per seconde wijze wat ze vernederlandst heeft, om het zo maar te zeggen. Daar zat echt de bedoeling achter. Mensen moeten daar iets van leren. Het is een opvallende constante in jouw carrière dat je veel kennisquizzen hebt bedacht, hè? Per seconde wijzer, ja. 2 voor 12, 1000 schoon is ook een quiz geweest. Dat kan geen toeval zijn. 1000 schoon was geen quiz. Nou, geen quiz, maar dat ging ook om dat, het leren kennen, toch? Van dat dit. Ging over hoe mooi de kunst is, zou ik maar zeggen, om het kort te formuleren. Maar het ging allemaal over het zorgen dat mensen meer weten. En meer leren kennen. Ja, niet meer weten, meer genieten, ja? Eigenlijk. Ja, ja. Ik had een soort zendingsdrang van, we hebben nou die televisie en moet je eens kijken wat er allemaal op kan. Dames en heren, goedenavond. We staan aan het begin van de laatste uitzending in dit seizoen van 2 voor 12. En 2 voor 12 is eigenlijk best een hoog niveau qua vragen en kennis. Maar er kijken wel elke week nog steeds al jarenlang meer dan 1 miljoen mensen naar. En dus mensen vinden het ook wel leuk om iets te leren en om andere mensen te bewonderen. En die formule is zo, blijkbaar zo slim gemaakt dat, ook al kun je het niveau niet aan, wil je toch kijken. Je kan wel meedoen met die 12 lettertjes om dat woord te vormen. Daar kan iedereen wel aan meedoen. En sommige vragen. Dus je kan het op meerdere niveaus spelen? Ja, dat denk ik wel, ja. 2 voor 12, dat is bedacht met 2 mensen. Dus je moet en samenwerken en kennis hebben.
En iemand anders, als je het niet weet, kan je het opzoeken. En zoeken naar de kennis is ook heel belangrijk. En aan het einde, als je dat dan gedaan hebt, moet je samen weer iets doen om een woord te vinden. En als je dat nog beter doet dan de ander, win je ook nog wat. Dus er zat een heel patroon aan idealen achter bijna. Samenwerken. Ja, het kan toch geen toeval zijn dat al dat soort dingen in die ene quiz terugkomen. En die doet het nog steeds heel erg goed. Wat is de voornaam van de zuster die Wuthering Heights schreef? Ik weet het niet. Zusje Bronte. Die zoeken we op. Die zoeken we op. Dat is goed. U hebt een heleboel boeken daar staan. Het grappige bij 2 voor 12 is dat het niet zozeer gaat om wat je weet, maar dat je het kunt vinden waar het staat. Ja, dat is een ideologie die erachter zit. Ja? Ja, dat vind ik wel. En waar staat die ideologie dan voor? Nou, dat het niet zo erg belangrijk is om een hoop kennis te vergaren en in je hoofd te stoppen. Als je het op een andere manier heel makkelijk kan vinden. Ga ik eerst maar even op het belletje af. De zuster die Wuthering Heights schreef is Emily Jane. Emily Jane, en haar voornaam vroeg ik dus, we noteren de E op 1. En daarmee is die vraag afgehandeld. Nou, dat is een heel revolutionair idee. Dat is ook een fantastisch idee. Maar dat sluit ook weer een beetje aan op, je kunt ook met een niet hele grote voorsprong, kun je het je toch eigen maken. En ik weet ook wel dat Ellen belangrijk vindt dat een slager het op kan nemen tegen een chirurg. En dat ze evenveel kans maken. En dat opzoeken, dat ze dat daarom bedacht heeft. Omdat ze dat leuk vindt, dat de slager kan winnen van de chirurg. Quiz spelen is voor het eerst? Ja. Ja. Dan gaan we dat nu doen. Heel veel succes. Hier komen 12 mooie vragen. Vraag 1. Zij kijkt altijd. Zij laat daar wel eens iets over weten. Ze schrijft wel eens een brief of een mail. Wat schrijft ze dan bijvoorbeeld? Nou, ze kan complimenteus schrijven, maar ze kan ook kritisch schrijven. De Limburgse CDA-politicus werd benoemd tot minister van Immigratie en Asiel in het kabinet Rutte 1. Wie is hij? Gert Leers, daar zitten we die op 1. Zij onderhoudt wel contact met de eindredacteur. En dat is dan inhoudelijk over vragen of het niveau van vragen of... En dan zit er te veel van dit of te veel van dat naar haar smaak in. En, bedoel je dat ze ook als vragen bedenkt zelf? Nou, dat gerucht gaat wel een beetje, maar dat krijg je niet echt bevestigd. Maar ik heb het gevoel dat zij op de achtergrond nog wel eens stiekem een vraagje schrijft. Die man die nou die vragen maakt, die weet ontzettend veel, heeft een hele brede belangstelling en kennis. Een aantal dingen waar die nou niet zo erg van op de hoogte is. Bijvoorbeeld klassieke muziek. En die heb ik wel eens een paar vragen voor bedacht. Ah, maar dat is dan ook alles. Wat. Tanja's Goed Nieuws Show. Rond 1977 bedenkt Ellen Blazer een nieuw programma. Een talkshow gepresenteerd door Sonja Barend. Sonja's Goed Nieuws Show. Het programma zal onder verschillende namen 19 jaar lang blijven bestaan. Ik zag haar altijd lopen met een gevolg, zal ik maar zeggen. En ze maakte toen, nou het zal wel een quiz geweest hebben. Ik was altijd een beetje bang daarvoor, want het zag er heel professioneel uit. Stap, stap, stap door die villa. We zaten in die mooie oude Vara-villa's. En op een bepaald moment is Ellen gevraagd om voor mij een programma te bedenken. Dat werd de Goed Nieuws Show. En toen kwam ze naar me toe en toen zei ze, ik heb iets voor je bedacht. Zullen we een afspraak maken, kom je bij me praten? Nou, graag. Ja, iemand die iets voor je bedenkt, dat is altijd leuk. Ja. Toen ben ik naar haar huis gegaan, was voor het eerst. Ik nam mee een mandje thee. Een mandje gekocht. Allemaal soorten thee erin gedaan. Ja, en, deed je dat altijd? Of dacht je, dat valt goed bij haar? Ik dacht dat bij haar paste. En vond het leuk om het mee te nemen. En toen kwam ik bij haar en pakte ze het uit. En toen zei ze, oh, dankjewel, wat ontzettend lief van je. Maar ik drink geen thee. Ja. En sindsdien hebben we samengewerkt altijd. Als je hoer wil zijn, moet je zelf weten. Een vakbond lijkt me prima. Rechten lijkt me prima. Maar het lijkt mij absurd om daar een soort feministische
glans over te... Maar waarom willen jullie dat in godsnaam? Wat is dat voor flauwekul? Het is gewoon een vanzelfsprekendheid. Als je die duizenden mannen langs je heen ziet gaan... die allemaal in hun kleinheid bij je komen... en dat deel wat ze nodig hebben... dan kun je ik toch vind nooit... het wel een schitterende beeldspraak. Dan kun je toch nooit minder voelen. Dan ben je toch puur feministe. Ik denk dat vooral het twee elementen belangrijk waren... die gecombineerd moesten worden. Informatie en amusement. En dat moest, dus je moest er altijd wat van opsteken. Of een taboe doorbreken, of een taboe bespreekbaar maken. Maar het moest wel lollig blijven. Dus je moest er ook om kunnen lachen? Mm-hmm. Ja. Je moest... Maar er hing een lijstje op de redactie toen ik meedeed. Dat was een paar jaar later. Er stonden vier dingen op. Maar ik weet alleen nog, er moet iets te lachen vallen... en het moet altijd ergens over gaan. En die andere twee weet ik niet meer. Is het nieuw of nieuws? Steek je er wat van op? Valt er wat te lachen? En zit je op het puntje van je stoel? En alles in totaal moest dus aan die vier dingen voldoen. Daar werd het aan getoetst? Ja, daar werd het aan getoetst. Ja. Ja. Ellen had een heel scherp oog voor het draaien van onderwerpen... naar een vorm die geschikt was voor ons... en die nooit in actualiteitenrubrieken zou gebeuren. Dus gericht op gewone mensen, met gewone mensentaal, heldere voorbeelden... en geen vage prietpraat van doorgeleerde types. In zekere zin vond ik Sonja eigenlijk... niet in alle onderwerpen en niet in alle gasten, maar in een aantal gasten ook de spiegel van de straat. Absoluut. Ja, ja, vind ik wel. En waar merkte je dat dan aan? Nou, omdat de straat er kwam. De straat werd uitgenodigd, hè? Over welk onderwerp dan ook. Dus wat er leefde op straat, trokken wij die studio in. En dat was al voor het eerst dat we dat zo deden, denk ik. In Rotterdam werd een bedrijf gesloten. Ik weet niet meer. LSV, volgens mij. Heiplaat. Heiplaat, ja. Precies. Die kan vestiging. Naar mijn tijd geweest zijn. En dat was achter elkaar en in het journaal en in alle rubrieken. En Ellen was toch vaak wel degene die er dan een draai aan wist te geven. Heel veel mensen gingen hun baan verliezen. Hè? Dat was heel veel mensen zouden er worden ontslagen. Nou ja, dat was bekend en daar hadden we vakbondswoordvoerders in alle rubrieken gezien. En toen bedacht, ik denk dat Ellen dat bedacht, weet je wat, we moeten daarheen. En in dat buurtje gaan rondlopen en met mensen gaan praten, want dan krijgt het wel... vlees en bloed, dat onderwerp. Dan wordt het wel wordt het een mensenverhaal. Nou, dat hebben we toen gedaan. Dat is een fantastisch onderwerp. U werkt er nog, hè? Ja, ik werkte nog. Ik werkte al 9 jaar. Is uw man ook ontslagen? Mijn man is ook ontslagen na 33 dienstjaren. Wat denk je wat dat voor mij was om over die RDM te lopen... en mijn Henk niet meer te zien fietsen is een keertje? Het is afgelopen en daar werd ik gevraagd om hier te komen... met mijn jongen waar ik altijd naartoe ga... Wou die niet mee? Wou die niet mee? Het woord RSV brengt bij mijn Henk en ik denk bij duizenden zoveel teweeg. Dat is niet om over te vertellen. Dat is ook een van die dingen die altijd bij Ellen een enorme grote rol speelt. Ja, moet er mensenvlees ruiken. Het mag niet van plastic zijn. Oh, ja? Het moet echt vlees en bloed zijn. Ja. Op de redactie was dan de typering mensen zoals onze moeders... De moeders van Ellen en Sonja, die toen beide nog leefden. Onze moeders moeten dit wel een beetje kunnen begrijpen... en moeten dit een beetje leuk kunnen vinden en moeten zich kunnen voorstellen. En die moeten ook kunnen zeggen, is het echt waar? Ja, en dat is helemaal niet zo plat als het ogenschijnlijk lijkt. Hoe zat dat duo Blazer Barend in elkaar? Ja, dat was een televisiehuwelijk. Ja? Ja, die deden alles samen... en alles in het kader van wij moeten op zaterdag, ik noem even de zaterdag, maar wou ook die andere dagen, het beste programma van de wereld maken. Maar alles is heel veel, hè? Maar het was ook veel. Ja, wat deden ze dan samen? Ja, ik bedoel, ze gingen ook naar de Bijenkorf samen en op een gegeven moment reden ze ook in nagenoeg dezelfde sportauto. En, zo waren de dames ook wel weer. Ja, een Alfa. Ja? Spijder, ja. Ja. Maar kozen jullie die dan allebei uit omdat de ander hem had? Of nou, kwam je allebei thuis met de toevallig dezelfde auto? Nee, dus was... Nou, ik had een tweedehands en Sonja had een nieuwe. Om even het verschil aan te geven. Ellen ging Sonja altijd van huis afhalen voor de uitzending... om naar de brakke grond of waar dan ook heen te brengen. En ze bracht het dan ook weer naar huis. En in die sportauto en dan... het was soms zelfs zo dat Sonja kwam naar buiten... en dan hadden ze bij wijze van spreken een jurk aan met hetzelfde motief. En dan hadden ze dezelfde kleren aan. Echt waar? En dan hadden wij zoiets van, huh? Zak,
Zo, mevrouw, ja. Ook in het grijs vandaag. En waren u daar zelf dan verbaasd over? Ja. Ja? God, kijk nou eens wat je aan hebt. Ja. Oh ja. Oh ja. En dat was niet één keer dat je dacht van, goh, wat toevallig, maar echt heel vaak. Ja, ik vond het net een huwelijk. Echt waar? Ja, mensen die al heel lang bij elkaar zijn, die elkaar zinnen afmaken, die elkaars anekdotes kennen. Ja, heel erg op elkaar gericht. En ze zaten ook een beetje apart. Dus ja, zo met z'n tweetjes. Ellen en Sonja die gingen bijvoorbeeld elke donderdagmiddag, dan kwamen de bladen uit. Dan gingen zij met de auto naar het dorp, Hilversum. En dan gingen ze alle bladen kopen. En dat waren natuurlijk Vrij Nederland, HP de Tijd. Maar ook Story en Weekend en Privé, de bladen. En dan gingen ze naast elkaar zitten. Dan werd er verse thee gezet. Geen thee uit de automaat, maar thee in een porseleinen theepot. En dan hadden ze ook altijd iets lekkers bij de thee meegenomen, ook voor ons. En dan schoven ze hun stoelen zo heel dicht naast elkaar. En dan gingen ze samen de bladen lezen. En dan zag ik zo vanuit mijn redactieruimte die smalle ruggetjes zo gebogen over die bladen. En zo nu dan... Waar enorm zielsverwant. En wat bond jullie dan? Ja, ik weet nog dat ik na het eerste seizoen Ellen een cadeautje gaf. En toen dacht ik, wat is het nu eigenlijk? En, wat is Ellen voor mij, bedoel je? Ja, ja. En waarom kunnen we zo ontzettend goed dat programma maken? Waarom is het zo leuk en altijd? Ja. En toen dacht ik, ja, dat is toch de vriendschap. Ze hadden dezelfde grapjes. Ze moesten heel hard lachen vaak om dingen waarvan wij dan soms dachten van, oké. Ze hadden ook een bepaald soort ironie of harde grappen. Hun lijfspreuk was onder andere ook van humor is wenn man trotzdem lacht. Als ik een socioloog zou zijn, ik zou van buitenaf naar dat programma kijken, denk ik dat is ontzettend interessant. Honderden uren televisie, een spiegel van Nederland, door twee dames. Een redactie die erbij hoort, maar die twee dames die waren toch de machtigste in het spel. En wat hebben die dames met elkaar gemeen? Zeg ik oorlog. Nou, dat is interessant, hè? Nooit opgekomen? Nou, jawel. Sonja had een Joodse vader, die is omgekomen in de oorlog. Ik heb Joodse ouders. Ja, daar hebben we vaak over gepraat, ja. Ellen Blazen wordt op 3 december 1931 geboren in Rotterdam. Haar ouders noemen haar Esther. Maar tijdens de oorlog wordt haar naam veranderd in Ellen, omdat dat minder Joods klinkt. Het gezin maakt het uitbreken van de oorlog direct in alle hevigheid mee. Wij wonen in Rotterdam, dus de eerste 2 dagen van de oorlog werd plus een bombardement meegemaakt. Bombardement. En toen zijn we gevlucht en mijn moeder was zwanger. En nou ja, vreselijk. Ja. En toen ben jij in Utrecht terechtgekomen? Ja, de hele familie is in Utrecht. Tenminste, ons gezin is in Utrecht terechtgekomen, ja. Zijn jullie bij elkaar gebleven in de oorlog? Toen wel, nog, ja. Maar toen, op een bepaald moment, moesten we het huis uit. Alle Joden moesten uit hun huis. En toen zijn we illegaal in een huis van een tante terechtgekomen die zelf in de gevangenis zat al. En van daaruit zijn mijn broertjes en ik zijn bij mensen terechtgekomen. Ze hadden eerst mijn kleine broer, die was een kleine broertje opgehaald. Die was 2 toen die alleen wegging. En die was... Kun je dat nog herinneren, dat gevoel? Ja, heel goed. Ja, heel goed. Ik zie nog dat mijn moeder meegaf met iemand, een vrouw, een meisje, een student heet, van de ondergronds. Nam ze hem zomaar mee, dat kind. En zei hij, dag mama, tot ben zo terug, zei hij. Ah, ja, 2 jaar was hij, ja. Terwijl je natuurlijk niet wist of je elkaar ooit nog zelf überhaupt zou zien. Nee. Hij heeft 16 adressen gehad. En uiteindelijk is hij fantastisch opgevangen in Maassluis. Ja. En jij, hoeveel adressen heb jij gehad? Ik heb een stuk of 4, 5 adressen gehad, ja. Een jaar of 10, 15 geleden heeft Ellen een boekje geschreven, erg voor mijn kinderen, om haar ervaringen over de oorlog te beschrijven. En dat heeft ze geschreven alsof ze zelf een kind was, Ellen. Alsof ze zelf dat kind van toen was. Dus in kindertaal heeft ze dat verwoord. Toen heette ze ook Esther, hè? Ja, Esther heette ze. En toen ik dat boekje las, toen schrok ik echt. Het was een shock voor mij. Want toen dacht ik van, ja, ze deed altijd wel luchtig. Maar toen las je hoe het is om als klein meisje
in een familie te worden opgenomen. Je weet niet waar je ouders zijn, je weet niet waar je broertjes zijn. En je weet niet wanneer het is afgelopen. En ja, dat, toen zag ik pas hoe heftig het was en welke ervaringen ze heeft moeten doorstaan. En ik heb ook dat boekje, dus, heb ik echt van A tot Z huilend uitgelezen. Toen, het was voor mij wel een soort van eye-opener. Ik denk dat mijn onderduiktijd in Friesland, dat veel bijgedragen heeft aan een soort inzicht in dat er allerlei andere mensen heel anders wonen en zijn en denken dan ik. Ik weet wel, dat heb ik ook meegekregen van Ellen en van mijn ouders, dat je heel erg mensen beoordeelt op, zou je daar onderduiken? Dat is een soort van iets wat ik heel erg van huis heb meegekregen. Van, dat je echt mensen beoordeelt op goed en fout. En in hoeverre zijn mensen te vertrouwen. En, nou ja, deugen dat en niet soort deugen. Van deugen en niet deugen. En dan ja. Was eigenlijk de norm, zou je daarbij onderduiken? En, of niet, ja. We hadden het ontzettend vaak over de oorlog. Door ons beide geschiedenis. En daardoor... Een heel erg groot gevoel voor bijvoorbeeld minderheden. Mm-hmm. En dat was natuurlijk een onderwerp waar we op duizend manieren altijd hebben geprobeerd om daar iets aan te doen. En dat zou tegenwoordig ook nog geen kwaad kunnen. Wat was nou uw eerste gedachte toen uw dochter thuis kwam met een donkere vriend? Nou, uw allereerste gedachte? Eerste gedachte, een reactie van, nou, ik was gewoon perplex. Ik zeg de andere dag tegen haar, van, je kan aan iedere vinger een jongen krijgen. Waarvoor moet je nou juist een zwarte? Ja, hoe is dan nu uw verhouding met Ricardo? Heel goed, prima. Hij zegt het al, hij heeft 2,5 jaar bij mijn huis gezeten. Ja. Nou, het was vader en moeder. Wat is er dan nu veranderd? Nou, het is een kei van een jongen, ik weet het niet. Het is gewoon een mens ook. Het was natuurlijk een soort dreamteam altijd, hè? Die door de gangen van het VARA-gebouw liepen, waar je dan zelf ook werkte. En dan heb je, oh, Sonja en Ellen, dat was wat, dat, die twee. En zelfs onder je eigen collega's? Zeg. Zelf onder je eigen collega's, ja. Het hele team ook wel, hoor, van de Sonja-shows. En wat was dat dan? Ja, die hadden samen een heel sterk en eigen manier van werken ontwikkeld. En die show was natuurlijk een waanzinnig succes. Dus maar hoe ze dat dan precies deden en zo... Zij hulden zichzelf ook wel een beetje in geheimzinnigheid. Wat voor sfeer trof je aan op die redactie van Blazer en Barend? Heel huiselijk. Ja? We hadden een eigen pot thee en er werd koffie gezet 's ochtends. En dan gingen we allemaal zo'n beetje nog een sigaretje roken en kletsen over wat je het weekend had gedaan. En dat was allemaal een soort familiegevoel werd daar gecreëerd. Het was een hele manier van leven waar ik echt van stond te klapperen in het begin. Van bijvoorbeeld koffie, dat dronk je niet uit kartonnen bekertjes, maar uit kopjes. Thee werd 's middags in een porseleinen theepot gezet. Het was heel belangrijk dat je netjes at. Ellen en ik gingen, als we iemand aannamen, deden we dat bij voorkeur tijdens een boterhammetje eten of ja. Zo. Want als iemand smerig at, dan namen we hem niet. Echt waar? Ja. Dat kwam voor? Deden we niet, ja. Eén keer liep ik in de kantine langs de frikandellen. Nou, daar werd ik niet geacht te eten. Deed ik geloof ik wel, maar het was toch een beetje, nou, een frikandel, het kan echt niet. Men at bij de redactie van Barend en Blazer geen frikandellen? Nee. Er hing ook wel een zweem van elitair gedrag rond ons misschien heen. Je was meer van de zalm dan van de frikandellen. We hebben bijna Kees Driehuis, die toch werkelijk een hele goede redacteur was, bijna afgekeurd, omdat we wisten dat hij in een Opel reed. Echt waar? Ja. Soms valt ook het woord secte als het gaat om de redactie van Sonja Barend en Ellen Blazer. Ja, maar het was ook wel een beetje een kleine vrolijke secte. Ja? Ja, ja in van wij horen bij elkaar en de buitenwereld moet een beetje afstand houden. Met z'n allen in de kantine aan tafel tussen de middag. Niet meedoen met alle winden die er binnen media waaien. Ja. Toch een beetje eigenzinnige types. Maar wij zijn ook beter dan anderen?
Ja, we waren ook, we vonden ook wel, maar er was ook op dat terrein niet zo heel veel concurrentie. Nee, ik denk dat we ons ook wel beter voelden dan Ivonie, als je het over ordinair hebt. Dat vonden we toen eigenlijk een beetje plat. En, je had Willem Duis, had je al gehad? Ja, maar dat was, dat klinkt nu raar, maar dat was natuurlijk voor 60-plussers. Daar keken natuurlijk gewoon de mensen niet naar. Met die malle vissen komen en zo. Nee, gauw. Wij vonden onszelf ook het best. En dus en wij maakten het, bij wijze van spreken, nou, in het beste programma op die manier op de televisie. Ja. Iedereen vraagt altijd als je op de televisie, als je bij de televisie werkt en je met zo'n soort programma, waarom ben je er zelf niet op? Waarom wil je het zelf niet doen? Terwijl dit een van de aardigste en interessantste functies is. Dit is namelijk heel erg boeiend om op de achtergrond... Wie is nou eigenlijk de baas? Zou ik dat eens aan iemand van de redactie mogen vragen? Sonja of Ellen? Ellen. Ja? Nou. Ja. En op welke manier wordt dat... kun je dat illustreren? Nou, ik denk toch dat ze de meeste leiding gaf. Alleen aan het eind, helemaal aan het eind, kan Sonja zeggen... dat wil ik niet of dat doe ik niet. En zij moet het doen. En dan hoeft het niet. Maar in eerste fase zou ik gelijk zeggen, ja, Ellen. Ja, volgens mij was Ellen was eigenlijk meer de baas. Ja? Want jij moest dat vond het ik doen. Ook wel lekker. Jij moest het doen. Ja, ik moest het doen. En Ellen zei ook altijd, als jij het niet wil, dan gaat het gewoon niet door. Want jij moet het doen. Ellen was meer de stuwende kracht, de opdrachtgevende kracht. Bel hier eens even achteraan, ga daar eens even achteraan. De sturende, op de redactie regisserende... inhoudelijke denker was Ellen meer. Is dit niet een leuk idee? Kees, bel even na. Zo ging dat. Ja. Ja. Dit knipseltje, moet je kijken, dat is toch leuk? Nou, ze waren alle twee stuwend en alle twee heel nadrukkelijk aanwezig. Maar Ellen was absoluut een toeleveringsbedrijf voor Sonja. Ja? Ja, natuurlijk. En dat is ook logisch. Sonja moest het doen. Sonja stond daar elke keer maar weer... in de coulissen als die tune begon. En dan moest zij op. En daar waren we allemaal van doordrongen. Maar degene die daar het allermeeste van doordrongen was, was Ellen. Die besefte als geen ander wat er dan door Sonja heen ging... en wat voor eenzaam bestaan dat was. Dat zij dat op dat moment moest doen. Ze ging ook altijd voor de uitzending, dronken ze samen een glas champagne. Beide dames, één glaasje. En er werd een fles bewaard voor na de uitzending, wat er verder nog was. Want dat gaf Sonja iets lichters, waardoor ze wat makkelijker de uitzending in ging. En daar was alles op gelicht. Dat was goed voor Sonja. Ja? Dan werd ze wat losser. Ja. Ah ja? Ik vond altijd een van de ontroerendste momenten vlak voor de uitzending. Dan was Sonja nog achter de coulissen en dan zat het publiek er al. En dan ging Ellen altijd even naar de tafel. En dan legde ze de papieren voor Sonja neer en dan zette ze het glas neer. En dan, als Sonja ging zitten, dan... om voor het licht in de camera, dan legde ze vaak nog even zo de arm op Sonja. Dat was heel diep. Dan keek Sonja zo omhoog. En wat ontroerde je daar dan in? De zorgzaamheid? Of? Ja, de enorme zorgzaamheid. En ook van dat je zag van hoe zeer zij in it together waren. Maar ook van, ja, Sonja moest het natuurlijk doen. Wat gebeurde er tijdens de uitzending? Moest Blazer het dan loslaten verder of was ze nog heel actief? Nee, die was... Ellen bleef actief gedurende 50 minuten. Ja? Ja. En hoe zag dat eruit dan? Wat deed ze dan? En dat actieve, dat was vooral hoorbaar. Want dat was het piepen van een joekel van een viltstift op stukken karton. Oh ja, wat ze aan het schrijven. En wat schreef ze dan? Trefwoorden. Dit soort... Heb Sonja verteld, Kees verteld. Ik weet niet meer op welke uitzending het slaat. Heb Sonja verteld, dubbele punt... Kees vertelt schaars paar feiten. Nou ja, maar dit kon Sonja lezen? Dat kon Sonja ja. lezen, okay. Ja, soms ook niet. En dan... Maar dat hield Ellen omhoog tijdens de uitzending? Ja. En dat schreef ze ook tijdens de uitzending. Als ze het gesprek een draai kreeg waarvan ze dan... Nee, moeten we niet, die kant moeten we niet op. En dan hielden wij ook hele kleine, snelle redactievergaderingen langs de kant. Van, nee, ze moet nou niet... En zeker degene die het geproduceerd had. Van, nee, niet daarop door, ze moet die kant op. Voor mijn gevoel wist ze altijd alles... En dat werd ook allemaal gul aan mij uitgedeeld. Ik zat in een groot warm bad, waar alle eendjes zo ingegooid werden. En ik kreeg natuurlijk de aandacht. En als het programma mooi was, kreeg ik alle complimenten. Kun jij je de laatste uitzending nog herinneren van Sonja?
in 1996? Het afscheid van Ellen. Ja. 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 Wat herinner je daarvan? Ik heb het nooit teruggezien en het is lang geleden. Maar wat ik me ervan herinner is dat wij allemaal, Sonja op de eerste plaats, maar wij als redactie ook op de tweede plaats, op een dikke vette tweede plaats, Ellen heel erg gunden dat ze een soort flamboyant afscheid had. Dat zij nou eens een keer helemaal in de spotlights komt te staan. We hadden bedacht, dit is de laatste uitzending en Ellen moet het onderwerp zijn. Maar dan gaan we haar niet zeggen. Nee, ze wist het helemaal niet. Wat hadden jullie dan tegen haar gezegd? Wij hadden gezegd dat we iets heel bijzonders zouden doen met Cote & Bee. Oh ja, dat en die is willen ook zo. Geen voorgesprek. Ja, verdomd ja. Dat is ook zo, ja. Wat hebben jullie nu voorbereid als programma? Je mag dat zeggen. Ja, natuurlijk. Het misschien gaat toch niet door. Helemaal niet? Echt niet? Je zult het helemaal met mij moeten doen. Oh, ik vind het enig, maar het is wel een beetje jammer. Want, want wie zou er komen? Kees en Wim. Kees en Wim, ja, dat hadden wij verzonnen. Ja. Die weten van niks. Ik dacht dat ik Ellen het grootste cadeau van de wereld gaf. Namelijk, het was ook mijn laatste programma. Dus ik dacht, dit is voor haar in volle glorie. Maar achteraf vond ze het niet zo leuk. Nee. Ik geloof dat ze dat niet erg plezierig vond. Ik weet zeker dat ze dat vreselijk vond. Ze wil het gewoon in handen hebben. Ze wil de regie in handen hebben. En dat is ze wil achter de schermen blijven ook. Maar ook achter de schermen blijven. Ja. Ja. En dat werd op twee fronten werd dat werd haar hele leven door elkaar gegooid in één avond. Eigenlijk kon ze er niet goed mee omgaan. Ze moest zo omschakelen. En ze bleek ook tijdens die uitzending niet de gedroomde gast. Het was hier en daar zelfs ongemakkelijk. Stroef. Piepend en knarsend gingen we naar de 50ste minuut toe. Het was niet een flitsend slot van 19 jaar Sonja Barend. Van 19 jaar flitsende televisie. En het mooiste vond ik dat na afloop Ellen zei, ja, dit was geen goede uitzending, omdat jullie het mij niet hebben verteld en het niet heel goed hebben voorbereid. Zat ze daar op een manier waarop ze daar nooit had willen zitten. En ze was ongelukkig. Ja. Ze was heel ongelukkig. Poot eraf. Nee, dat was een verkeerd idee. Zo zie je maar dat het toch beter is om mensen het voor te bereiden op zonder dat je nou alles gaat vertellen. Want dat moet natuurlijk niet. Maar en je kreeg een lintje. Ik kreeg een lintje. Daar was ik ook ontzettend blij mee. Godverdomme, toch geen lintje, hoorde ik te zeggen. En toen was het een lintje. Maar toch niet een lintje? Ja, zoiets. Wil je een lintje? Nee, ik wil geen lintje. Moet je niet aan denken. Ja, maar ik kondig iemand aan. De burgemeester van je stad, Hilversum. Mevrouw Kraaienvat. Ik heb me daar ook nog wel voor gegeneerd. Want de burgemeester van Hilversum kwam daar. En die zei, ja, dat heeft haar majesteit behaagd. Nou, zei ik. Ik wou het helemaal niet. Het verheugt me bijzonder dat ik u namens haar majesteit mag melden. Dat u benoemd bent tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Heb je het ooit op? Nee, natuurlijk niet. Nee. Niet aan jou besteed? Nee, ik vind het vreselijk. Ja. En Sonja heeft later ook ingekregen. Ja. Maar een hogere. Ja? Ja, ja. En ik wou zeggen, voor iedereen lekker slapen en gezond weer op. En jij tot 120 jaar. Wat blijft er uiteindelijk over van Ellen Blazer, van al die jaren bij de televisie? Nou, weinig. Ja? Ik denk dat te veel mensen genoten hebben van de programma's. Ook heel erg tekeer zijn gegaan tegen die programma's. Dat is ook heel goed. En dat ze ook. Daarom vind ik het ook nog ontzettend leuk dat ze nog steeds naar 2 voor 12 kijken. Dat geeft je toch een soort gevoel. Nou, dat is toch eigenlijk wel een geslaagd eind van je carrière als ze ermee doorgaan. Ja.